Wat is volgens u het grappigste moment van 2019? Bah, dat vind ik ook wel een hele moeilijke. Een grappig moment. Ja, ik heb zelf wel een heel grappig moment gehad in, op een handelsmissie naar Mexico, waar we een collega-minister en ikzelf zo aan het knoeien zijn geweest met de micro en die draadjes los te maken, dat we de slappe lach kregen. En eigenlijk, dat zijn toch altijd de leukste dingen. Dat is als je zo in een speciale situatie iets stom meemaakt, daar kun je echt minutenlang mee zitten gibberen als klein jong. En dat was voor mij eigenlijk wel een leuk en grappig moment van het jaar.